politie had eerder aan de Marokkaanse band gevraagd om niet op te treden uit angst voor relletjes. Waarom ben ik in die planten voor? Waarom moet ik dat niet om op mijn vragen horen? Waarom loop ik ernaar zonder ik heel op mijn vraag? Waarom schulden maken we aan? Oh, maar kijk! Drie Belgen, een Spanjaard en vier Marokkanen, dat is de samenstelling van de Mechelse rapgroep Tweezwaard. Nogal wat van hun nummers zijn antiracistisch geïnspireerd, wat meteen het hoofdthema is geworden van Maanrock 99. Alles is gegeven waar je voor het op begraven is. Zal ik te veel vragen van waarom? Je doet er nooit achter komen hoe het begon. Wat wil zeggen, niet dagelijks, maar toch wel een paar keer in de week geconfronteerd met discriminatie. Dus dan vind ik dat wel dat dat in ons teksten mag inkomen, weet je. Als je... Zelf als je Belg bent, dan is dat een beetje minder. Dat is dat niet automatisch dat je daarover vindt. Maar waarschijnlijk heeft dat daar iets mee te maken. Hip-hop is een soort gevoel op papier zetten. En dat heeft er waarschijnlijk iets mee te maken. Hè. Maar het hoofddoel van Maanrock is uiteraard gewoon het publiek amuseren. De Antwerpse paranoiaks doen voor het eerst iedereen uit de bol gaan. Ik vind het een fijn festivaletje. Ja. Charmant, niet te druk. Het weer zit ook goed mee vandaag en ik vind het een mooie programmatie. Het is meestal hetzelfde genre, elk jaar door. We hadden nu verwacht dat het iets anders ging zijn, maar het blijft blijkbaar altijd hetzelfde. Het is de eerste keer en het valt heel goed mee. Maar u zit wel met je rug naar het podium. Het geluid is voldoende, hè. De stem, heel tof. Deze jaar vind ik wel hele goede muziek. Dat moet nog komen, hè. Met al Molly en zo. Een beetje lawaaierig voor mij, dus... Maar de rest is prachtig, dank je. Op de affiche staan zowel gevestigde waarden als de Kids, Wiltura en Remo van het Groenewoud, maar ook nieuwe groepen krijgen de kans om hun ding te doen op Maanrock. Mitsubishi Jackson bijvoorbeeld. De kruisbestuiving tussen Evil Superstars, Nemo en Metal Molly. We moeten toch iets samen doen, hè? En we denken van, ach ja, laten we dan wel muziek maken, hè? Dus iedereen is bezig, hè? Dus iedereen dus dat is het meest hygiënische. Het enige dat we vernomen hebben is dat de mensen van Ed Adoua percussie gaan spelen bij een 2-3-tal nummers van de Heideroosjes en we kijken er echt naar uit, want allez, ik denk wel dat het publiek heeft ook een beetje meegeleefd de laatste dagen van ze komen wel, ze komen niet en ik denk dat we wel voor een verrassing staan. Omdat de Heideroosjes staan voor verbroedering, wij staan niet voor haat, wij staan voor feest en verbroedering. Dit kan ook in Mechelen. Wij waren de Heideroosjes. Dankjewel Mechelen voor jullie positieve steun. Tot de volgende keer!